In een winkelpand aan de Lange Hezelstraat in Nijmegen werd onlangs een authentiek rococo-plafond aangetroffen. Toen we die oude etalages sloopten, aan die twee plafonds sloopten, kwam dit plafond tevoorschijn, terwijl ik wel iets van wist. Maar ik heb wel een keer het plafond eerder gezien. Toen een gat in de voorplafond maken en mijn kop erheen stook, zag ik dat het bijzonder plafond was. Maar ik wist niet hoe bijzonder. Pas toen meneer Manders erbij kwam, die besefte dat een rokkenkopplafond was, heel oud was. Volgens die meneer een rokkenkopplafond tussen 1780 en 1760 volgens mij. Ik had al het vermoeden omdat ik tekeningen van voor 1951 had, want in 1951 zijn hier stalen etalages gemaakt. Dat heette toen modernisering. En dan, nou, ik weet niet hoe het naam voor oud maken is, maar dan maken ze oud. Nou, ik heb erover gedacht of ik het wel de moeite waard vond om het plafond te herstellen. Of dat ik een vreselijk modern plafond legde. Maar daar had ik al geen zin in, want ik hou niet van de moderne tijd. In die zin tenminste.